We staan hier bij Café Next Level, waar de kick-off borrel van de Ragweek plaatsvindt. Ik heb gehoord dat er karaoke is, dat er knakworst eetwedstrijd is. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga maar eens een kijkje nemen. Dit is een bestuur van de Ragweek. Wat houdt dat precies in? De Ragweek is een week waar allemaal goede doelen waar we geld voor ophalen. Met allerlei activiteiten. En wat zijn deze twee goede doelen precies? We hebben dit jaar gekozen voor 1 in 3 zelfmoordpreventie. Omdat vooral ook onder studenten zelfmoord en soberheid en depressiviteit best wel een groot ding is geworden. En het andere doel is ACRS Projecthulp. En dat is een soort studiefonds in Sri Lanka voor de kansarmen. Dat zij toch naar de grote stad kunnen om te gaan studeren. Wat maakt de Ragweek nou zo speciaal? Het maakt speciaal dat we samen met de HAN, met de Unie, dat we allerlei, met iedereen, gewoon alle studenten betrokken in Nijmegen, ons kunnen inzetten voor 2 goede doelen. En toch een heel mooi bedrag kunnen neerzetten. Waar je toch wel in ziet dat onder studenten toch wel maatschappelijk betrokken zijn bij dingen. Dat maakt het wel tot het mooie doel. Wat hebben jullie nog meer op het programma staan? We hebben donderdag hebben Vuur Rood in Merlijn. En dat is een soort disco, techno, house feest. Dus dat wordt heel leuk. We hebben ook een grote kans in de Sint-Stevenskerk. Dus dat is ook wel heel leuk. Helaas is het al uitverkocht. We hebben nog een eindfeest daarna in de Villa van Schuik, dus dat is ook heel leuk. En we hebben heel veel andere activiteiten, zoals een casino night, een wijnproeverij, karaokeborrels, veilingsborrels, eetacties. Je kan het zo gek niet bedenken en we hebben het bijna wel. Met deze kick-off borrel is de Ragweek officieel van start gegaan. Ik heb een lekker broodje, daar ga ik van gaan genieten. En misschien zie ik jullie wel bij de andere activiteiten.